starter van met 426. Kevin van Uden, ziet er een prachtige sprong uitgooien hier bij de eerste heuvel. Vervolgens nog eentje van de wegrijders. En dat zal misschien denk ik Tom Dekker zijn. Of Jamie van Zetten op 3. En dan gaan we eventjes naar die vierde plek kijken. En dat is Erik van der Wiel. En dan met 332 is dat Sam de Lafuente op plek 5. En dan 308 Jason Wil. In de race 38 aan de leiding, Ronde van Zandvoort van FC Nuvem. Gevolgd door eentje van Gelderlandse. En dat zal dan Sanne Hoogakker of Ivo Akkerman zijn. Met 354 is dat Ivo Akkerman. En dan zien we daar met 741 en uiteindelijk een dubbelslag maken van FC Amersfoort. Maar het wordt nog even moeilijk gemaakt. Rob Aardenbrok die daar een goede rit ten einde brengt. Want hij pakt daar toch mooi die tweede plek. De rijders voor in leeftijd een beetje omhoog. En dan gaan we naar race nummer 39. En dan gaat het allemaal een beetje sneller. Met de nummer 14, Sam Groenendaal hier aan de leiding. Gevolgd door 114 van de wegrijders, Jorrit van Moor. En we hebben nog meer van de wegrijders in deze baan. Dat is Raymond Mulletje. Race nummer 40. Aan de leiding hier, met 316, Wesley Eindhoven. Gevolgd met een klein gaatje als voorsprong. 105, Gilbert Schonebeek. Met 390 op die derde positie, Matthijs ten Oude van FC Geldermalsen. We gaan eventjes naar het achterveld. Want dat vind ik eigenlijk net zo belangrijk als voorin rijden. Want als er maar één rijden er is, dan kunnen we geen wedstrijd houden. En dat was Daisy Hall. Aan de leiding hier met 383. Dion van den Heuvel, gevolgd door 116. Eentje van Elf, die eventjes een plekje terug moet op dat 65 eventjes op de hoek om kijken. En dat is Joris Kooijman. Race nummer 42 hier op de schouder gekeken. Aan de leiding hier van FC Amersfoort, Leroy van Arsel. Hij heeft een metertje op 15 voorsprong. Puntje van FC Nuland. En dat is denk ik met 441 Jules Schuster. En Jules Schuster moet op de stellingen passen, want daar komt er eentje van de wegrijders bij kijken. En dat is met 119. Een prachtige inhaler. Bart van Haren. En dan hebben we race 43. En race 43 van de luchtmacht. Is dat aan de leiding hier, denk ik, niemand anders dan Olaf Bontekamp met 351. En dan met 479 op die tweede positie, Tom van Dunter. Gevolgd door die 723, wou ik zeggen, die op die derde positie lag, Arjan van Ginten. Race nummer 44 van de luchtmacht. En die gaat daar als eerste aan de leiding. Wou ik zeggen daar over die prachtige heuvels. En dat is met 711 Rens Homo. Gevolgd door 410 Perry van Wijk. En dan met de mooie inhaal durven Maarten Maas in die laatste bocht.
44. Stefan Walden, Daniel van der Heijden, Noud Verstegen, Riet Maurits, Jorik van Dinder, Chantal Brom, John van Leubel. Aan de leiding hier van AC Amazone op zijn tijdvaart, Noud Verstegen. De bolletje van AC Nederland. En dan is Jorik van Dinder. En dan op 3, die derde plek. Met 372, Stefan Lando. En dan zijn we in de race 46 beland. De laatste rit van de superklasse. 14 plus met Maarten van Wijk, Emil Hol, Koen Korsten, Frank Verstegen, Mark Verstegen, Lambert Broekbeuren en Danny van Doesburg. Ja, dames en heren, u wordt verzorgd door